In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos hoevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens de middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere machtelijke hemels werden en zelfs afgesloten huizen konden binnengaan. Bokkenrijders! Anneke, broer, dat is. Die moeten ze uitgooien met wachtel en paard. Dat moeten ze! Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord. Gezwet, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage strengen en omkoperij het gewone volk neemt. Laat ze de landweer maar eens beroven, dan komen ze van de koude kermis thuis. Je landkring. Niet te verhaal. Dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende de waarschrikbewind uit over de plattelandse volken. Hun satanische gildeteken, hun bokkenpoot, vervulde hun ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkenrijders! De parasieten van deze streek en de UFO in het bijzonder! Het is een goddeloze boerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duur gelijk. Wanneer hij in de buurt is, werd uw leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en zelfs de grendels vol de valdeur houden hem niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke veldheersen? Een godslastige bandiet, dat zeker. Maar wat ik wel, hooggemoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, doe het weer. Alhoewel ben ik. Hij zegt daar iets van. Als jongeling deugde niet alleen. Altijd tegen de vergeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugd niet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht. En gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. Nee. Dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden erin galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerklok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst, een
En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonse Duinen. Gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heeren over u af. Maar ik overwon mijn angst. Hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar nu terug. Ik liet de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt, eerst dan, wanneer een edel mens met het reinige geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijke lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt. Dat ik zo heet naar de land. Ja, we gaan er